Yes, daar zijn we weer. Jullie kijken naar de leukste talkshow van Tilburg, live vanuit het lokaal. Dit is Tilbus. Tilbus. Ja, dames en heren. Hey, Dieter Saakjan, tof dat je er bent vandaag. Als dankjewel. Onze technische Thea, zeg ja, maar. Ja, deed ik best goed, hè? Dat deed je hartstikke goed. Gelukkig. Ja, dat was een fijne opening. En dames en heren, u hoort Willemie van Heugden. Ja, dat ben ik. Daar bent u. Fijn dat je er bent. Ja. Zin in? Ik heb er echt zin in. Het wordt een hele leuke uitzending, want we hebben super leuke en interessante gasten. We hebben Ivo van Leeuwen, we hebben Simon, die zit op de kruk. Hallo. Gaat iets over Murf vertellen. Dan hebben we over het Drie Suisse pand. Iemand... Marieke? Ja, Marieke Plezier volgens mij. Ja, Marieke Plezier. Wij gaan het hebben over trouwen. Oei, dat is romantisch. Ja. Ja. En dan hebben we het Diewertje. Die gaat over het Drie Suisse pand. Oh ja, precies. Ja, klopt. En Ivo heeft ook nog iemand meegenomen. Dat is Sander. En ja, die komt ook nog speciaal iets vertellen over iets wat jullie apart nog doen. Ja, Sander komt straks een oproep doen aan... aan de inwoners van de stad. Ja. Oeh, een oproep. Dus blijf aan de lijn allemaal voor de oproep straks later in het programma. En Sander is een beetje jouw partner in crime. Ja, in een bepaald project wel, ja. In een bepaald project. En wat is dat project? Dat project heet Tilburg Sans. Ja. En dat is een typografisch portret wat Sander en ik van de stad gemaakt hebben. Een typografisch portret is eigenlijk een lettertype. Ja. Wat gemaakt is naar het karakter van Tilburg. En, hey. En dat is dan ook nog aangevuld met pictogrammen van typisch Tilburgse gebouwen, monumenten, mensen, evenementen en het Tilburgse dialect. En die pictogrammen die maak ik. Sander is van de letters en ik ben van de pictogrammen. En we hebben een pictogram gevonden. Dus we geven altijd de gast een klein presentje. Oh, ja. En het is de bedoeling dat je er eens eventjes naar kijkt. Want er staat iets op wat voor jou herkenbaar is, denk ik. Ja, ja. Dit is een van de eerste pictogrammen die ik gemaakt heb voor Tilburg Sans. En dat is de Kruikenzeiker. Als je een portret maakt van Tilburg en je doet dat in pictogrammen, dan moet daar natuurlijk de Kruikenzeiker in. Ja, sowieso. Ja. En volgens mij, want... Dankjewel. En is het ook met de Kruikenzeiker begonnen? Of hebben jullie daar... Nee. Wat was het volgende pictogram? Nou, het is eigenlijk begonnen bij Sander. Die ontwerpt vaker lettertypes. Die gebruikt hij dan meestal alleen op zijn computer. En hij wilde een letter maken waarvan duidelijk was dat hij uit Tilburg kwam. Mm-hmm. En toen had hij bedacht dat daar pictogrammen in moesten komen. En dat je die pictogrammen dan op een bijzondere wijze tevoorschijn kan toveren door het woord te typen. Waarbij je bij het typen van de laatste letter het woord verdwijnt en het pictogram verschijnt. Leuk. Ja, een soort spelelement zit er dan ook nog in. En dat had hij eerst zelf gedaan, maar toen dacht hij, ik moet iemand hebben die beter is met grafiek en met tekenen dan ik. Want Sander is fantastisch met letters, maar hij dacht, dat tekenen is niet helemaal mijn ding. Dus toen heeft hij mij benaderd of ik eens mee wilde denken. En nu zien heel veel mensen jou als iemand die letters ontwerpt, maar je bent eigenlijk graficus. Je hebt een heel groot oeuvre op allerlei terreinen. Ik doe naast Tilburg zelfs ook nog heel veel andere dingen. Ik schilder ook en ik maak illustraties en ik maak muurschilderingen. En je maakt portretten? Ik maak portretten, de stadsdichtersportretten. Tilburg heeft een stadsdichter, elke twee jaar wordt er een nieuwe gekozen. En tot nu toe mag ik altijd het officiële portret verzorgen. En dat zijn dan olieverfschilderijen van 70 bij 70. En die hangen hier in de lokal. Heel gaaf, ja. Echt van die grote, de hoogte van het beeld. Heel karakteristiek. Ja, ja. Want voor mij hebben we net onder bij jou gezet, dus veelzijdig kunstenaar. Maar als je dit allemaal bij elkaar optelt, dan ben je dat ook wel. Dus is dat dan veel grafisch ook? Of zijn er nog andere gebieden waar je nog... Ik doe af en toe ook performances. Vroeger vaker dan nu. Maar ik zat ook in de Powers Trail Club Gorkum Zuid. Hey, met Roel Cox zat er ook in. En, voor mensen die dit niet kennen, dat was dus een groep en jullie hadden een soort rare pakken aan. Ja, wij vonden eigenlijk dat de wereld te hard werd en wij dachten, daar moeten we iets tegen doen. Ja. Dus toen hebben we ons als een soort idioten verkleed met witte bivakmutsen en teddybeertjes als bokshandschoenen. En dan zijn wij mensen keihard gaan knuffelen. Kijk. En gevraagd of ongevraagd. En daar hebben we ook veel mee opgetreden. Maar dat doe ik dus. En ik zit in een band ook nog. Of eigenlijk met dezelfde mensen in twee bands. Ja, daar gaan we straks ook nog eens uitgebreid over hebben. Ja, 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 ja. Echt een heel veelzijdig persoon wat dat betreft. En dat powerstrail verhaal, dat klinkt een beetje apart. Een beetje bijzonder. Weet je, hè? Een beetje de rand van de artistieke hoek opzoeken. Ja, dat
is het wel een beetje. Is het wel geweest? Ja. En dan ken je toevallig het festival Murf. Ja, dat ken ik wel, ja. En hoe, hoe ken jij dat? Nou, ook omdat een paar van die mensen die dat mee organiseren bij NS16 zitten. En daar heb ik altijd atelier gehad, of heel lang. Yeah. En mijn vriendin die heeft daar nou nog een grafisch atelier. En ik ken Murf wel, dus een aanwinst voor de stad. Aanwinst, nou kijk, een betere intro kun je niet hebben. Ja, dat is mooi, een bruggetje. We hebben Simon hier zitten en die gaat iets vertellen over Murf. Want het is gisteren en eergisteren geopend. Jullie hebben twee openingsdagen. Dat is toch wel dinsdag zelf al. Dinsdag al. We hebben eigenlijk vier openingsdagen als je het zo bekijkt. Eigenlijk zijn alle dagen openingsdagen. Ja. Dat is ook echt Murf. Iedere minuut is een opening. Ja. Nou, ik ben gisteren naar de film geweest van Dick Verduld. Met Als uw gat maar lacht. Ja, en, je vindt het oké. Ja, het was heel oké. Het was een technisch hoogstandje, maar ook een totale gekkigheid. Is dat eigenlijk symbolisch voor Murf? Is alles zo absurd? Of zitten daar ook hele gewone acts tussen? Heel gewoon niet, maar het is niet per se onze bedoeling om de totale gekkigheid op te zoeken, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat we ook hele serieuze dingen laten zien, maar ik denk wel dat er een soort lijn in zit vanuit een bepaalde mentaliteit, denk ik, waarvan uit iets wordt gemaakt. Waar de film van Dick Verduld heel erg op aansluit. Ja. En ik denk dat we allemaal liefhebbers zijn vanuit de organisatie van wat Dick Verduld doet. Ja. Dus dat het een soort van win-win situatie was dat hij nu een film heeft gemaakt. En dat hij dus zaterdag ook komt optreden bij ons. Maar misschien om te beginnen, als je bij een feestje moet uitleggen Murf, wat is eigenlijk voor de mensen die het niet kennen Murf? Nee, we zijn eigenlijk begonnen in 2018 met een zine. Een zine, een magazine, ja. Een magazine, ja. Waarbij we twee thema's uitkiezen en allerlei soorten mensen die iets op papier doen vragen om iets in te sturen. En eigenlijk tijdens corona zijn we, of eigenlijk net daarvoor, zijn we door de Nieuwe Vorst gevraagd om dat format te doen op een podium. Dus mensen aan de hand van een thema te vragen iets te komen doen op het podium. Mm-hmm. En dat is eigenlijk compleet uit de hand gelopen, tot wat het nu is. Dus het was een soort open podium waar iedereen iets kon op laten zien? Geen open podium, want wij programmeren wel. Maar het is wel hetzelfde idee van dat je aan de hand van een thema mensen vraagt iets op een podium te doen. Mm-hmm. En dat je wel ook probeert mensen uit te dagen die normaal gesproken niks op een podium te doen, iets op een podium te doen of combinaties te maken. Of juist het podium achterwege te laten en iets in de zeil te doen. Of eigenlijk alles door elkaar te husselen. En hoe ontstaat zo'n overgang? Want je gaat van een magazine, dus iets wat mensen gewoon kunnen bladeren, lezen. Ja. En dan in één keer moet je de fysieke wereld in. Was dat een grote stap of ging dat heel natuurlijk voor jullie? Ik zit te denken dat wat heel grappig is, dat eigenlijk toen wij het fysiek gingen doen, ging de wereld fysiek op slot. Ja. Dus toen werd er denk ik een soort van iets voor ons klaargezet, waardoor het makkelijker werd om iets die overgang te maken, omdat het allemaal veel kleiner was en veel toegankelijker. Omdat je met tijdsloten zat met 15 mensen die per keer dan naar binnen mochten. Mm-hmm. Dus die overgang was heftig, want wij zijn normaal gesproken gewend om iets op papier te doen. Het heeft een totale andere concentratie, andere maakvorm. En ineens zit je met mensen die iets op een podium doen, wat ook weer een andere concentratie heeft, ander publiek, andere voorbereiding. Maar eigenlijk beviel dat supergoed en vonden we het alleen maar een toevoeging voor wat we met het blad deden. En nu is het een heel festival geworden. Je zei het is compleet uit de hand gelopen. Hoe moet ik dat dan zien? Is heel de stad Murf de komende 4 dagen of de afgelopen 2 dagen? Het. Maar wie doen er allemaal mee? Welke podia? We hebben 7 podia. Dat is ons festival als hart is altijd de Nieuwe Vorst. Dan hebben we een expositieruimte in Kunstpodium T. We hebben een soort pop-up expositieruimte in de BSO Monopool. Dat is een kinderdagverblijf. We hebben de metalbar Little Devil. De Hall of Fame doet mee. Vergeet ik er nog één. Paradox doet mee. En Cinecita. Ja, dan heb je toch heel wat podia erbij betrokken. Ja. En dat zijn weer 2 podia meer als vorig jaar. Dus de Hall of Fame doet mee. En de BSO, dat zijn 2 locaties die vorig jaar niet meededen. Ja. En de leuk, want we hebben voor mij daar Marijn ook klaarstaan. Die gaat ook wat vertellen over wat daar dan te zien is. Ja. Misschien nog even voordat jij vertrekt. Wat is een van de dingen waar jij het meest trots op bent dit jaar? Of het leukste vond? Of iets wat er voor jou even uitspringt? Natuurlijk, alles is geweldig. Maar ik denk dat de BSO. Ja? Dat we het mogelijk hebben gemaakt om van een kinderdagverblijf een expositie te maken. Waar ook acts komen.
Ja? Daar ben ik trots op. Ja, leuk. Ja. Dus dat is echt, en dat kunnen mensen nog gaan zien als ze dit de komende dagen. Die gaat vanavond zaterdag, zondag. Ja? En die is zaterdag geopend en zondag geopend. Nice. Ja. En dat is ook programma. Nou, ja. Dan gaan we kijken of Marijn iets kan vertellen over wat we dan tegen kunnen komen bij dat soort dagen. Ja. Want meestal zetten we één iemand op de kruk, maar dit zijn twee zulke leuke mensen. Ja. Van, ja, dan moeten we even snel doorwisselen. En heb je er al iets van gemerkt als je in de stad bent? Ik zie toch wel heel veel mensen zo rondlopen van het ene podium naar het andere. Gisteren ook. Ja, volgens mij het is gewoon lekker alweer begonnen. En ik hoop dat het, want dat soort dingen worden volgens mij in Tilburg vaak groter, groter, groter. Dus hebben jullie ook die ambitie, denk je, Marijn, of niet? Om groter te worden. Is het elk jaar een beetje groter? Nou, ik denk dat groter niet per se de ambitie is. Dat we eigenlijk proberen te zorgen dat alles beter in elkaar overloopt. Dat we zorgen dat de locaties beter op elkaar afgestemd zijn ook. En dat we zorgen dat we als organisatie allemaal op een lijn blijven ook. Want als iedereen begint te programmeren en uiteindelijk moet het samenkomen. Ja. En daar gebeurt natuurlijk heel veel tussenin. Dus, ja, want jij mocht de kunstprogrammeren. Zijn er wat dingen die je kunt vertellen voor de mensen die zitten te kijken of luisteren van wat kunnen zij gaan zien? Wat zijn dingen, waarvoor moet je echt even naar Murf gaan? Ik heb dit jaar samen met Ira Hopkoper heb ik de kunst geprogrammeerd in Kunstpodium T en dus in de BSO. En in de Kunstpodium T, die wordt helemaal omgebouwd door Femke Dekkers, een beeldend kunstenaar, die daar haar... Ze maakt altijd een soort van sets waarvan ze foto's maakt. En ze heeft nou heel die sets meegenomen naar Kunstpodium T. Om die daar op te bouwen. En dan in die set gaat een act spelen zonder werk. En die zijn het ook gewend om weer op beeldende kunst te reageren met hun soundscapes. En ze hebben dit jaar een nieuw album uitgebracht dat ze voor ons gaan performen. Dus daar heb ik super veel zin in. Nice. En in de BSO hebben we zes kunstenaars in één ruimte samengebracht. Dus dat zijn animaties, schilderijen, tekeningen en sculpturen. En dan een installatie waar muziek mee wordt gemaakt. En dan komen dan ook nog acts spelen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Want ja, ik kom er net vandaan. Ik ben net wezen opbouwen. En het begint dan langzaam maar zeker al die dingen die je in je hoofd hebt en probeert samen te laten komen. Die komen dan daadwerkelijk samen. En daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ja, en moeten mensen dan kaartjes kopen of kunnen ze gewoon binnenlopen? Hoe werkt dat? Ja, ze kunnen een kaartje kopen via onze website gewoon. Ja. En dan... zijn dat dan dagtickets dat je van het ene podium naar het andere kunt? Of koop je per voorstelling een kaartje? Nee, het zijn dagtickets en je kunt natuurlijk een weekendticket kopen. En dan kun je er 3 dagen heen gaan. Nice. En het is dus vrijdag, zaterdag, zondag nog. Dus mensen kunnen die dagen nog naartoe. Ja. En hoe laat beginnen jullie? We beginnen vanavond om 5:30. Half 6. Het is wel belangrijk om er allemaal bij te zijn. Vrijdag 5:30 voor de grote vrijdagopening. Want je hebt dus de maandagopening, dinsdag is geweest. En de donderdagopening is geweest. Dus voor de vrijdagopening 5:30. Waar is die opening? De Nieuwe Vorst. Oh, goed om te weten. Ja. Dus zit je er te luisteren, ren je nog naar de Nieuwe Vorst. Kan nog. Ja. En anders bestel kaartjes voor de... Want het weekend is ook... De zaterdag zondag is ook een weekendkaartje. Klopt. En dan begint het 12? 2? Wanneer begint het? Om 12? Morgen? Morgen 12, voor je achter moet fluisteren. Nou, klinkt gaaf. Ga je nog kijken, Willemien? Willemien? Ja, ik heb een boekje bestudeerd. Ik ga nog wel kijken morgen. Leuk. Ja. Nice. Nou, ontzettend bedankt. Ik wil eigenlijk naar Little Devil. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Als je morgen gaat, moet je alle Poolse bandjes af, hè? Die komen dan... dat is een hele vracht aan Polen naar Tilburg gekomen. Van Wrocław naar Tilburg. Nice. Dus je kunt dan 6 Poolse bandjes zien in 1 avond. Hey, moet je tof. Wel een beetje... Dan een beetje doorgaan. Ja. Nou, klinkt gaaf. We gaan naartoe. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen. En veel plezier met de uitvoering natuurlijk. Komt helemaal goed. Dankjewel. Ga je ook kijken, Ivo? Of ben je al geweest? Nou, ik ben ook niet geweest. Maar ik dacht dat morgenavond in de Little Devil is er ook... Ja. Ja. Jawel, hè? Ja, ja. Die treedt op in Little Devil. Ja, daar zat ik dat wel aan te denken om daar naartoe te gaan. Ja. Ik heb nog een zeefdruk van hem boven mijn bed hangen. Een hele mooie. En daar staat dan op, please frame square. Maar ik heb hem helemaal niet ingelijst. Maar die hangt gewoon... Dus ik gewoon met een punaise boven. Nee, met 2 klimmetjes hangt hij. Oh. Bruce Lee died of a heart attack. Een heel mooie zeefdruk. Maar goed, dat... Dick verdult er altijd wel de moeite waard. Maar het festival is natuurlijk veel meer dan dat. Maar... Want is dat haal je ook uit veel hoeken zelf inspiratie?
Ja, overal vooral natuurlijk. Ja, want je begint nou eigenlijk over iets wat je van Dick Verduld boven je bed hebt hangen. Maar je hebt zelf ook, je bent ook met schilderen bezig, zelf. Ja, ik schilder, maar ik schilder eigenlijk heel weinig. Ik heb net gezegd dat ik die portretten van de stadsdichters maak. Ja. En dat zijn eigenlijk de enige schilderijen die ik maak. Dus ik schilder maar 1 keer in de 2 jaar. Dus dat is eigenlijk niet zoveel. Nee, niet noemenswaardig. En vind je dat genoeg? Of zeg je van... Ja, ik heb het druk zat eigenlijk met andere dingen. Als er weer de behoefte komt, dan ga ik weer schilderen. Maar dat, op het moment vind ik het prima wel. Maar je maakt ook veel, want ik zie hier Tilburgs Ans liggen, van die lino's. Nee, dat zijn geen lino's. Die zijn in Illustrator getekend en direct in de computer. Oh, ja. Maar ik maak ook veel lino-sneden, dus dat wil je. Ik maak veel grafiek ook. Ja. En die hebben echt een Ivo-gehalte, hè? Met die zwarte lijnen en die soort arabeske. Zitten daarin? Ja. Of heel sierlijk eigenlijk? Ja. Is het lettertype daaruit ontstaan? Of is het wel min of meer, want Sander die was dus op zoek naar iemand die de pictogrammen moest gaan maken. En hij kende mij van mijn lino-sneders. Mm-hmm. Dus toen dacht hij, die Ivo die maakt mooi grafisch werk, zwart-wit. Ja. Ga eens vragen of hij daar zin in heeft. En toen heeft hij een beetje navraag gedaan in de stad. Of daar überhaupt wel mee samen te werken valt met die Ivo van Leeuwen. Mm-hmm. Ben ik blijkbaar goed uitgekomen. Gelukkig. En toen werd ik dus benaderd door ene Sander Nijnes. Ik had nog nooit van die man gehoord. Dus ik ook even navraag gedaan. En toen kreeg ik van iedereen te horen, als Sander je vraagt voor iets, dan moet je meteen ja zeggen. Dus toen zijn we er maar aan begonnen met z'n tweeën. En ook wat wel leuk is, want Sander had eigenlijk al een lettertype klaar liggen. En dan liet hij heel trots zien, daar had hij heel lang aan gewerkt. En toen zei ik tegen hem, ja, maar dat is helemaal geen lettertype voor Tilburg. Dat is veel te chic, dat slaat nergens op. Dus toen kende ik hem net 5 minuten en toen dacht ik, oei, nou kan hij heel boos worden. Oh, en nu is de samenwerking alweer gedaan. Maar hij ging even zitten en hij zei, je hebt eigenlijk gelijk. Die letter is te mooi. En als we het samen gaan doen, moeten we het ook samen gaan doen. Dus niet die letter weggegooid, maar gewoon een heel nieuw project gestart. En hoe zijn jullie dan tot een lettertype gekomen wat wel echt helemaal bij Tilburg past? Ja, we zijn dus eerst gaan kijken wat Tilburg voor ons is en hoe je Tilburg zou kunnen definiëren. En daar hebben we heel veel tijd in gestoken door ontzettend veel met mensen te praten in de stad. Met schrijvers, met kunstenaars, maar ook met militairen, met heel breed, zeg maar. Mm-hmm. En toen hadden we een soort longlist gemaakt van kernwoorden. En daar zijn er uiteindelijk 6 overgebleven. En de kernwoorden, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Misschien kunnen we die even anders parkeren. Was het leuk om dat misschien daar met Sander erbij te bespreken. Want die kan natuurlijk daar ook nog aan tafel. En eigenlijk hebben jullie een soort heel goed vriendschappelijk, misschien zakelijk huwelijk met elkaar gesloten. Ja, nou zakelijk is het niet, want die letter die is gratis te downloaden. En je hebt nu samen een project aangegaan, een soort huwelijk op werkgebied samen, waarbij je samen iets moois doet. Ja. En stel dat dat nou op een bijzondere alternatieve manier gevierd had geworden, dat huwelijk. Dan zit er nu iemand namelijk en die is er heel erg mee bezig met op bijzondere alternatieve manieren het huwelijk onder de aandacht te brengen, toch? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Marieke, plezier. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Want jij vindt dat er veel te traditioneel getrouwd wordt. Nou, laat ik even vooropstellen dat als je vindt dat dat bij je past, dat dat helemaal prima is. Mm-hmm. Maar er is geen alternatief. Je moet maar eens voor de gein even trouwen intoetsen in Google. Mm-hmm. En je vindt eigenlijk alleen maar hetzelfde plaatje. En wat vind je dan? Bruiloften, recepties? Ja, je vindt vooral magere modellen in witte jurken. Mannen in blauwe pakken. En wat ik al zei, vrouwen en mannen. En alles in pasteltintjes. En een bloemboeketje. En een bloemboeketje. En ja, het is allemaal heel zoetsappig en netjes. En dat mag als je dat leuk vindt. Maar? Maar als je denkt van, nou oké, is dit trouwen? Ik heb ook heel vaak als ik zeg, ik organiseer een trouwbeurs, dat bij het woord trouwen mensen al een soort reactie krijgen. Ja. Mm-hmm. En dat is dus wat wij graag anders willen doen. Want als je denkt van, nou, ik ben misschien meer gothic, of ik ben een man en ik ga met een man trouwen, of ik ben een vrouw en ik ga met een vrouw trouwen, of je bent transgender, of whatever. Of je wil in een roze jurk trouwen. Bij ons kan dat allemaal. Want je moet best wel je best doen om dat allemaal bij elkaar te vinden op Google. Of op internet eigenlijk. En dan
de titel die je hebt, want je, je noemt het Lobsters for Life Wedding Fair. Not your average wedding fair. Oh, not your average. En wat Lobsters for Life, wat is dat dan? Want dat stond erbij. Is dat ook nog iets of heeft dat... Nou, dat is eigenlijk, ik zeg altijd, if you know, you know. Als je een jaren 90 kind bent, dan weet je het misschien wel. ik ben een jaren 90 kind. Ja, maar nee, Dita. Er komt niks bij mij op. Maar misschien als je Lobsters me helpt. Lobsters for Life. Het is gerefereerd naar de serie Friends. Ja. Friends, ja. Die hebben we gekeken van voor naar achter. Ja, waarin Phoebe iets zegt over de knipperlichtrelatie tussen Ross en Rachel. Ja. Van wacht maar, jullie komen wel bij elkaar, want she's your lobster. Aha. Ah, en dat zijn natuurlijk hele trouw aan elkaar. Ah, dus Lobsters for Life. En dan jullie zeggen not your average wedding fair. Dat is de naam die het waarschijnlijk van de volgend jaar 100% zal hebben dan, denk ik. Het heet nog steeds, het heet Lobsters for Life, not your average wedding fair. Oh, zo. Ja. En wat voor unaverage dingen gaan wij dan vinden op de unaverage wedding fair? Nou, in eerste instantie is ons taalgebruik inclusief. Dus wij werken niet met bruid en bruidegom, maar met koppels, geliefden en het vieren van de liefde. Dus ook als je niet wettelijk gaat trouwen, ben je bij ons welkom. Ja. Sowieso is iedereen welkom hoor, laten we dat even voorop stellen. We hebben, even kijken, Daffy de Vilderen, hoedemaker hier uit Tilburg. In styling voor alle benodigdheden die je hebt voor het leuk aankleden van je mooie dag, ook uit Tilburg. Maar aangezien het de eerste is van Nederland en België, hebben we ook leveranciers, want zo noemen we die mensen, van eigenlijk over heel Nederland. Dus je kan ook maatpakken, tweed, maatpakken, Peaky Blinders stijl verwachten voor dames en heren. Gaaf. Op maat gemaakte jurken, alles behalve wit. Ja, mooie bloemenkransen. We hebben de Viltbloemist uit Eindhoven. Zij maakt levensechte bloemen van vilt. Gaaf. We hebben een 360 graden fotobooth. Iemand die live tekent, portretjes. Dus korrel echt heel erg veel. Het eigenlijk is heel veel. We hebben ruim 20 standhouders. Ja. En het is allemaal, het is heel divers. Ja. Het is eigenlijk voor ieder wat wils. En is dat een... waar moet je naartoe om te gaan kijken? Het is volgende week zondag 8 oktober. Ja. In de Hall of Fame. Ah, en wat presenteren jullie dan? Precies, presenteren jullie dan al die betrokken bedrijven die dan... Of wat kunnen we dan zien? Ja, het is een beurs. Dus je komt daar binnen en er zijn verschillende stands waar je langs kan lopen. En we hebben het ook op een hele leuke manier aangepakt. Dat elke standhouder heeft een stempeltje. En we hebben een bingo-kaart. Dus de bezoekers krijgen een bingo-kaart. En bij een volle bingo winnen ze ook mooie prijzen. Dat is een beetje tweeledig. A, je wint gewoon mooie prijzen. En B, heb je dan ook de kans om echt langs iedereen te gaan. Om daar kennis mee te maken. En te kijken of het wat voor jou is. En ben je zelf gehuwd? Ik ben zelf gehuwd en ik sta er zelf ook, want ik ben zelf trouwfotograaf. Ah. En mijn compagnon met wie ik het samen doe, zij staat er zelf ook. Zij is weddingplanner. Oh, kijk, dus jullie zitten ook helemaal in die wereld met z'n tweeën. Ja, en dat is ook de reden waarom ik dacht, dit moet anders. Hoezo is dit anno 2023 toch zo vastgeroest? Ja. Maar die weddingplanners, dat bestaat ook nog niet zo heel lang. Hè? Dat het de hele bruiloftencommercie is wel enorm toegenomen de laatste jaren. Heb ik het idee? Ja, dat is denk ik ook wel zo. Ik denk dat heel veel dingen ook wel vanuit Amerika zijn overgewaaid, zoals je dat vaak wel hebt. Ja. En een wedding planner, dat klinkt heel erg extreem. Maar je kan ook, als je het in het begin al even een beetje structuur nodig hebt. En je lukt daarna zelf wel, kan ook. Hè. Je hoeft niet... Je hoeft geen wedding planner in te huren om te kunnen trouwen. Nee, je moet vooral willen trouwen. Dat is eigenlijk het ding. Ja, of de liefde vieren. De liefde hoe je het wilt. Ja. Want jullie hebben waarschijnlijk ook echt je eigen trouwerij gedaan, waarschijnlijk. Of je eigen samen. Ik en mijn man. Ja? Ja, wij hebben die zelf geregeld. Nou, zit ik natuurlijk in een groot netwerk. Ja. En wat is het meest aparte aan die van jullie geweest dan, denk je? Of een van de dingen waar je echt trots op bent of blij bent, dat bij jullie mooiste. Ik weet niet of het mooiste dag was, maar bij jullie mooie dag. Nou, ik vind als iets het mooiste dag uit je leven, zou ik het sowieso niet noemen. Want dat vind ik heel dramatisch klinken. Doe niet. Wat hoorde bij jullie, ik zei ook achteraan, bij jullie mooie dag. Ja, klopt. Wat mij het meest... Ja, wij hebben het gedaan bij mijn ouders in de tuin. En ik had een jaren 30 jurk. Dat is eigenlijk wel heel mooi natuurlijk. Zo'n lekkere jaren 30 stijl. Ja, met gouden pumps.
ook jaren 40 wel een nieuw gemaakt, hoor. Niet uit de jaren 40. Dus mooie herinneringen aan eigenlijk. En volgens mij gun je iedereen dus dat type herinneringen net even alternatief. Maak er iets moois van. Echt je eigen ding en niet het standaard. Nee, het moet gewoon passen bij je eigen persoonlijkheid. En dat, daar is waar het over gaat. We zeggen ook, kijk, trouwen, je kan het zo gek maken als dat je zelf wilt. Maar je, hoe dan ook, kan je je geld maar één keer uitgeven. Dus waarom zou je dat niet doen precies op de manier wat bij je past? En daarvoor moet je dus 8 oktober naar de Hall of Fame. Vanaf hoe laat moet je daar zijn? Het is van 11 tot 4. En we hebben ook een hele toffe fashion show. En we hebben een aantal leveranciers, wij noemen die de Lobster Squad, die ook een praatje gaan houden over hun diensten. Dus leuk. Je kan die ook het hemd van het lijf vragen. Ja. Net even een andere insteek dan een traditionele trouwbeurs. Nou, dan heel veel succes en plezier. Ja, dankjewel. En maak er een hele mooie dag van, zou ik zeggen, toch? Mm-hmm. Ik denk dat dat vast goed gaat komen. Succes. Dankjewel. Succes. Bedankt, Marieke. Nou, Ivo, ben jij getrouwd? Als ik vragen mag. Ik ben ooit getrouwd geweest en ik dacht heel gelukkig, totdat mijn vrouw ging scheiden. Het was voor mij een soort verrassing. Maar om even in te haken op dat van daarnet, dat item. Ik ben van de week gevraagd door een nicht. Om te trouwen? Oh, door een nicht van mij. Die gaat ook trouwen en die wil er een soort festival van maken. Of ik dan de uitnodiging kan doen. Dus zijn we een beetje zitten brainstormen. Dat wordt dan een poster met een flyer. En dan komen polsbandjes bij en t-shirts met crew. En dus die gaat het ook helemaal op de eigen manier doen. Dus dat is ook wel weer leuk. Dat is wel iets heel anders. Echt met je conceptmatig ook. Dat is wel leuk. Dat is echt een eigen ding van mij. Ja, met foodtrucks. Ga je dan ook, met de foodtrucks en zo, ga je dan ook optreden? Weet ik niet. Een bruggetje naar iets anders. Ja, ik heb wel gezegd tegen haar dat ik in een band zit. En ik heb de website doorgestuurd om onze link naar Spotify. Maar dan zijn we wel nieuwsgierig, denk ik, Willemien. Is het dan naar die... Want er waren er twee. Hè? Je wist de naam. Ja, je hebt de familie Bungalow Tent. En en de El Cantina. Dus als ik nou hier met Ivo van Leeuwen over zijn band zit te praten, weet ik niet over welke je het hebt. Nou, El Cantina is eigenlijk de meest serieuze band. Ja. Daar maken we een soort garage rock, proto punk, koeien punk muziek mee. Hebben we daar een goede punk? Dat van, klinkt heftig. Ja, het is zo ziet hij eruit. We hebben een cd'tje gemaakt. Mm-hmm. What About Me? Het zijn Engelse teksten, allemaal eigen nummers. Sloeiharde gitaren, beukende drums, heel simpel en een bas. En in die twee bands zitten dezelfde muzikanten. Ja. En dat klopt. Dat ben jij. Dat is Clemens Benning. Paul Verijswijk. Paul Verijswijk. En Mark Verijswijk was dat, maar die is helaas van de zomer overleden. Overleden. En zijn jullie nu nog aan het spelen met het gemis van de broer van Paul, Mark? We hebben eigenlijk besloten dat we nog niks besloten hebben, maar dat we het gewoon gaan proberen om het met z'n drieën te doen. En we hebben nou 2 keer weer gerepeteerd. We repeteren bij de Hall of Fame altijd. En dat is natuurlijk heel lastig en ook emotioneel wel moeilijk. Mm-hmm. Maar de nummers blijven redelijk overeind. En het is dan eigenlijk ook een soort eerbetoon aan Mark om dan toch nog te proberen om, om die nummers te blijven spelen. Mm-hmm. Kijk maar. En de Bungalow Tent, maken die hele andere nummers? Ja, dat is heel andere nummers. Die zijn ook anders ontstaan. De broers Mark en Paul, die hebben nog een jongere broer Rob Verijswijk. En die woonden op een gegeven moment in de Telegraafstraat in gezamenlijk in één huis. Daar werd altijd muziek gemaakt. Paul en ik zaten in een band. Mark en Rob zaten in een band. Maar als we dan rond de keukentafel zaten, speelden we hele flauwe, lullige liedjes met idiote teksten. En toen dachten we, ja, dat is eigenlijk ook wel leuk. Dus waarom beginnen we niet een band die dan de familie Bungalow Tent heet? Ja. Later is Mark bij mij in de band gekomen met Paul. En Rob, die is ermee gestopt, want die is nou professioneel componist. Die reist de hele wereld over. Die heeft er helemaal geen tijd meer voor. En nou is Clemens Rob komen vervangen in de Bungalow Tent. Dus nou zijn we met de Bungalow Tent en El Cantina. 2 bands met dezelfde mensen. Een beetje schizofreen. Sommige nummers lopen ook door elkaar heen. Die spelen en... Het inspireert elkaar. Het zijn wel 2 andere genres. Maar... Ja. Want er staat bijvoorbeeld hier een nummer op en dat heet Ellen. Ja. Is dat dan nog van iemand nog een bijzonder persoon in het leven? Of is het gewoon een fingere naam? Nou, dat is een heel mooi verhaal. Clemens Benning is onze bassist. Die is inmiddels 75. Zijn moeder is kort geleden overleden. Die was dik in de 90. Die woont in Aalten. En in Aalten woont ook Ellen. En Ellen is de dochter van haar beste vriendin. En Ellen is getrouwd met Angus Young, de gitarist van AC/DC. Klinkt heel stom, het is echt waar. Hoe dan? Die woont in de Achterhoek. Mm-hmm. En als die dochter van haar beste vriendin jarig was, dan ging de moeder van Clemens, 94, op de koffie bij die dochter.
En dan kwam ze thuis en dan zegt ze, die Engelsman was er ook weer. Dus dan, dan was dat, het is geen Engelsman, maar een Australiër. Maar dan een vrouw van 93 die dan koffie drinkt met Angus Young. En, en toen zeggen wij altijd, ook dat is rock and roll. Dus absoluut. Dat, maar dat is dus die Ellen, ze weet het zelf niet, maar daar gaat ze over. Ja, en als het goed is, want ik weet niet of er... Ik kijk even Edith aan. Ja, ja, over muziek gesproken. Over rock and roll gesproken. Dan weet ik niet of het rock and roll gaat zijn, maar... Nou, dat weet ik ook niet. We hebben Richenne van 3 voor 12 Tilburg aan de lijn. Die neemt altijd een mooi nummer van Tilburgse bodem voor ons mee. Richenne? Hallo. Hallo, wat heb je voor ons meegenomen? Nou, ik heb vandaag geen scheurende gitaar, geen rock. Maar ik heb wel een nieuw nummer van Isabel, haar nieuwe EP, meegenomen. Mhm. Ik heb vorig seizoen Tilbus stipte ik jullie al de eerste single van die EP. Okay. En nu is de hele EP sinds vorige week uit. Oh, tof. En ja, haar nummers zijn heel erg doorspekt met R&B en soul. Dat zul je straks ook wel horen in het nummer Next to You. En het overkoepelende thema van de EP is hoe wij als mensen het leven definiëren. En hoe we soms met onszelf in de knoop kunnen zitten. En hoe onzekerheid een rol speelt bij heel veel mensen. Mm-hmm. En met haar nummers en met haar muziek wil Isabel... mensen die in zo'n fase van hun leven zitten, een steuntje in de rug geven en een krachtig gevoel meegeven. Mooi. Nou, we gaan luisteren. We zijn heel benieuwd. Yes. Dankjewel. Geen probleem. If you won't shut the door, let me open yours. Let go of who you were, be free with who to be and share yourself. I can guess and know how you feel if you don't tell me. It's real, don't just stay here, would you stay here, baby? I love to be around you, feel so close, now you're far away. Baby, let me be in your space. I try to read your mind, when doubt is all that I can find. And there's nothing left from all the promises. I'm trying to reach you, but you put me on mute. Don't you see that I was there for you? In return, I've got the shit you put me through. All I ever wanted was for you to feel good. Baby, now you gotta do it on your own. I can guess and know how you feel if you don't tell me. Wow. What's real? Heel mooi. Toch? Ja, dat is lekkere muziek. Hartstikke dankjewel. En het hele album is nu dus weer uitbegrijpen. Dus we moeten... Dus we moeten luisteren. We moeten gaan streamen op Spotify. Online gaan streamen. Isabel. Ja, gaan we doen. Ja, ze weten ons elke week te verrassen. We hebben echt ontzettend veel talent in Tilburg. En daar word je eigenlijk een beetje vrolijk van. En nog iemand waar je vrolijk van wordt, die zit nou volgens mij op de kruk. Die was je Vorstenbos. Ja, word je van jou vrolijk? Nou, ik word vooral heel vrolijk wat ik hier op tafel allemaal zie. Ja, leuk hè? Ik voel me gelijk helemaal thuis, weet je dat? Ja, hoezo? Hoe kom je hier? Nou, die doos die komt mij heel bekend voor. Die heb ik namelijk zelf ontworpen. Echt waar? Ja. Wat dan? Wat zit er in die doos? Daar weet ik niet wat er nu in zit. Maar ik denk dat je daar alles in mee vervoerd hebt wellicht. Maar, ja, wat hier op tafel ligt, dat zit daarin. Ja. Maar daar hebben in 2020, rond de kerstperiode, hebben daar allemaal lokale producten van lokale makers in gezeten. Met de kerstpakketten van lokale zaken, ja. En daar maak jij de wereld een beetje mooier mee, met dat soort dingen, toch? Probeer de wereld sowieso mooier te maken. Ja. En te laten zien wat er allemaal al is. Ja. En daar zit je er ook vandaag volgens mij, omdat de wereld weer een beetje mooier gaat worden in het Drie Suisse gebouw en, daaromheen. Wat gaat daar gebeuren? Vanaf zondag gaat er een festival van start. Mm-hmm. Op 1 oktober trappen we af met het festival Senses of Change. En gaan we ook laten zien wat er allemaal al is. En wat er mogelijk ook kan gaan komen in dat gebied. Het is natuurlijk een mix tussen eigenlijk industrie... heel veel creatieve makers die erin en rondom het pand al zitten. En ja, die gaan eigenlijk een mega open dag organiseren. Dus ook het Zuidelijk Toneel gaat open. Die hebben een supergrote garage sale. Er is muziek. De opening wordt ook verzorgd door Rogier Telderman, mede-organisator. En muziek, allerlei activiteiten, workshops, voor alles voor kinderen. Superleuk. En het zit dan een beetje tussen het kanaal en de ringbaan in daar. Ja. Die hoek moet je denken volgens mij. Ja. En het heet dus Senses of Change. Ja. En welke change hebben we het dan over? Wat zijn de dingen waar jullie echt
belangrijk vinden om over de bühne te brengen qua change? Nou, eigenlijk net bij het volgende nummer kwam het eigenlijk al naar voren. Er zijn zoveel dingen die in de maatschappij niet lekker lopen. Dus hè, mentale gezondheid, de onzekerheid die er vaak speelt rondom ja, de coronaperiode was natuurlijk heel heftig. Daarom dat ik ook met de kerstpakketten toen de tijd iets moest doen. Ja. Dus er schuurt van alles. En als we met z'n allen de groene toekomst in willen, of in ieder geval op een andere manier willen gaan samenleven, dan moeten we dat gaan doen. Dus niet alleen maar erover blijven praten, maar gewoon en al laten zien wat er al is. Dus de eilandjes of de mensen die hiermee bezig zijn verbinden aan elkaar. En ja, wat dat was, wil ik dus gaan laten zien. Want je hebt het over terrein bij Dries Wies. Wat, ja. Wat is het oorspronkelijk voor terrein? Is dat een industrieterrein? Of, Nou, het gebied daaromheen heeft sowieso heel veel industrie met zich mee. Het heeft een textielverleden. En nu is het een heel grote achterterrein met parkeerplaats. Samen al grote oude bomen ook. Maar het is vooral heel erg, ja, een beetje straat, zeg maar. Het is echt heel industrieig. Ja. En als je er nu komt op het terrein, heb je soms ook het idee, als je daar voor het eerst komt, zeker, mag ik hier wel komen? En superveel creatieve makers zitten erin. Dus er zijn alle ingrediënten zijn aanwezig in het pand. Maar ja. Maar wat er in het pand zich afspeelt, dat willen jullie eigenlijk naar buiten brengen. Ja, we willen dat eigenlijk zichtbaar maken. En 1 oktober is een beetje de aftrap daarvan om ook alle mensen die er dus aanwezig zijn in het pand, dus de huurders die er zitten, om die naar buiten zich te uiten. Bovenin zit Ateliers Oost. Er zijn er 15 ateliers die ook open atelier hebben. Het Zuidelijk Toneel, die opent letterlijk zijn deuren. Dus je kunt in de garage waar je normaal gesproken niet kan en mag komen, kun je eigenlijk allerlei spulletjes kopen. Er is ook een vrijmarkt. Zijn het dan een beetje theaterspul? Is het nog speciaal daartoe? Zeker. Oh, echt? Ja, en er is ook een veiling gestart. Oh. Dus ik weet niet of jullie het online wellicht gezien hebben, maar er is een heel groot gouden paard. Oh. Dus ik weet niet of iemand plek in de gang heeft. Maar nou, het Zuidelijk Carnavalsliefhebbers in de stad. Dit is ja, een buitenkans. Er staat een gouden paard in de gang. Ja, en die staat dus nu nog bij het Zuidelijk Toneel. Maar die kan eventueel bij jou in de gang komen te staan. Gaaf. Ja, dus en dan als, ja, eigenlijk moet je gewoon komen kijken. Ja. Ja, lijkt me leuk. Maar je ziet heel vaak hè, dat steden van die oude, beetje rauwe industriegebieden, die gebruikt, die hebben ook een soort bekoring. Ja. Die worden dan ingezet, maar er ligt wel een spoorzone. Spoorzone, ja. We zitten hier nu ook. Dat, is dat bij dat trein ook dat er ergens een lange termijn perspectief op zit? Of is het gewoon omdat daar al heel veel binnen in die panden gebeurt wat jullie aan de willen? Nou, de droom is natuurlijk dat we dat gebied ook gaan mooier gaan maken, zeg maar. Zodat daar een combinatie kan gemaakt kan worden van wonen, werken, recreëren. Je hebt natuurlijk de wijk ook aan de zijkant daar al liggen. Ja. En de verbinding ook met het NOAH-terrein, waar ze ook heel graag woningen op willen hebben. Dus er is groen, er zijn al woningen. Als je daar recreatie en dus ook de mogelijkheid hebt tot ondernemen, tot makerschap en dat veel meer kan uiten naar buiten toe, dan kan dat een hele mooie mix worden van plekken. Je hebt natuurlijk Fabriek 59, die ook al op een hele andere manier is ingevuld met Blok 013, Dwars Crossfit, Crude Cacao. Dus er zitten allemaal kleine ondernemers ook al, en waar je ook dus kan recreëren of kan sporten. Mm-hmm. Dus als je op een andere manier naar het gebied gaat kijken, dan is er heel veel mogelijk. En wij willen in ieder geval op 1 oktober daar een soort aftrap van doen van wat is er al en hoe kunnen we dit samen beetpakken eigenlijk. Dus er is ook een bootsafari. Michel de Neef gaat met de Upside Town Tour, gaat hij met de boot een toertje maken. En gaat ook uitstappen op de kade om wat te laten zien wat er in de omgeving te doen is. En ook een steptour, Nout Sterk, die gaat ook op pad. Dus met kleine groepjes gaan ze het gebied ook verkennen. Dus niet alleen maar sec op het terrein. Ja. Dit is dus komende zondag, 1 oktober. Vanaf hoe laat zijn mensen welkom? De opening is de officiële opening om 10:00. Mm-hmm. En het programma duurt ongeveer tot 1 uur of 4, 5. En is dat nog binnen het programma iets waarvan je zegt van, oh, als je er dan toch gaat, moet je daar even mee pikken? Eelt Collectief doet ook heel veel op het terrein. Dat is gewoon echt theatergroep, hè? Dus die doen heel veel theater, interactief. Daar zit ook die Roel waar we het eerder over hadden van de powerstrelers bij, volgens mij. Ja, Roel, ja. En die zijn hoe laat ongeveer dan? Die zijn ook actief. Gewoon heel de dag? Ja, heel de dag. Leuk. Ja. Tof. Ja, dat zijn gewoon dingetjes die dus nu niet per se iedere dag op het terrein actief zijn. Dus het theater is natuurlijk niet na gesproken daar levendig, maar die dag dus wel. Zondag wel. Ja. Heel veel succes en plezier. Voor mij echt een keur aan leuke dingen om te doen. Dus daar wordt weer een beetje vrolijker van. In ieder geval zondag wordt er weer een beetje vrolijker. Dat is al goed. Ja. Succes. Ja, succes. Je moet iets doen, toch? Ja, beter iets te doen dan dan niets te doen. Dan er alleen maar over hebben. Ja. Heel goed. Dankjewel. Ja. En veel succes. Jullie fijne uitzending. Ja, merci. Ja. Dankjewel. Hey, en Ivo, dat zijn gebieden waar dan van alles in wordt gedaan. Dus helemaal rond het Dries Wies en die ringbaanhoek. Maar nou begrijp ik dat jij ook een bepaald gebied hebt waar jij echt een beetje wel omarmd heeft. Gorinchem en Theresia.
Kan dat? Oh, ja, ik woon in de Gorkestraat. Ja. Maar dan net aan de verkeerde kant. Want die, dat is de oneven kant. Dat hoort dan weer bij Hasselt. Dat is heel vreemd. Maar nou is er een kunstwandelroute in Gorkum en Theresia. En daar doen we met Tilburg Sands ook aan mee. Daar doen we eigenlijk elke keer aan mee als dat georganiseerd wordt. En dit jaar doen we mee met de Keibaand-expositie. En een Keibaand-expositie? Ja. Dat klinkt wel keigezellig. Dat klinkt keigezellig. Lees even iets. Een Keibaand-expositie, dat is een expositie van pictogrammen op vuilcontainers. Hey. Oh, wow. Ja, die zijn op kliko's. Op kliko's, ja. En die kliko's die staan op de Keiband. Die staan op de Keiband, vandaar de Keiband-expositie. Maar die staan daar niet een week lang, die staan daar maar één dag in de week mee. Die staan daar normaal gesproken in die wijk, staan ze daar op donderdag. En dan wordt in principe elke week de expositie geopend door de vuilnismannen, die dan de containers legen en dan met de beelden naar de straat toe draaien, zodat iedereen ze de handvaten kan pakken. Ze krijgen eigenlijk een soort zuilengalerij met het erfgoed van Tilburg erop. Leuk. Dat is wel tof. Wekelijks geopend wordt. Dus de vuilophalers maken eigenlijk een deel van die expositie. Want ja. Die pleuren die dingen gewoon op een bepaalde manier. Die maken elk week weer een nieuwe compositie van de iconen. En zijn ze zich daar ook bewust van? Dan dus denk ik, oh, deze staat niet goed, die wil ik nou een keer daar hebben. Dat weet ik niet. Maar we hebben de officiële openingen. We hebben drie keer nou een officiële opening gehad. Van een, dat is net als Murf, die hebben ook elke dag een opening. Het wordt het Tilburgse model. Gewoon blijven openen. Wij gaan nou ook even. Zullen we even beginnen met dit? Zullen we openen? Stil. Dames en heren, nou, dit wil jij hem openen? Kom maar beginnen. Hallo jongens. Ja. Welkom Tilbus, hallo. Het is vrijdag. Dames en heren, we zijn er weer. Tilbus. Dan moet je even oefenen, want het is echt, we eindigen echt met op het einde. Ja. Dan nog één keertje. Drie keer per. En dan eindig je dus echt met Tilbus. Aan het einde. Dus komt hij nou? Tilbus. En dat doen we zo meteen twee keer. Welkom allemaal, we zijn er weer hartstikke leuk. We hebben net gehoord dat er in Theresia is om alles te doen. Ja. Want een kleurige kliko kunst- en cultuurmanifestatie, waarbij kliko's dus prachtige iconen op zich hebben. Het is die kliko-expositie is begonnen bij Sander in de straat. Sander Nijnens, mijn compagnon. Ja. En die dacht, als ik nou een pictogram uit het lettertype op mijn kliko plak, dan kan ik hem veel beter herkennen. Hoef ik niet te kijken of dat nummer. En toen dacht hij, als ik nou heel de straat pak, dan hebben we een prachtige expositie in de straat. Wij hebben dat toen gedaan. Iedereen, behalve één, zul je altijd zien, deed mee. Dat hebben we toen officieel laten openen, inderdaad, door mensen van de BAD. En die was wel mooi, want die hadden toen die vrachtwagen, die vuilniswagen drie keer gepoetst. Die kwam nogal blinkend om de hoek. Geweldig, Tilburg was het ook bij die vuilnismannen waar ze zenuwachtig was. Ja, wel leuk. Maar dat ging heel goed. En later is dat uitgebreid naar andere straten in Theresia. En dat is eigenlijk de wandelroute die kinderen lopen, die op de stappen zaten van de ene locatie naar de andere locatie. Ah, leuk. Omdat een van die mensen bij Sander in de straat, die geeft les op de stappen. En die had die kinderen dan een beetje voorbereid dat ze naar een opening gingen. En die had dus verteld over Tilburg Sands. En toen is er later dus tussen die twee schoolgebouwen een hele route gemaakt van die kliko's. Want stappen is een schoolgebouw. Stappen is een schoolgebouw, ja. In Theresia. En het stomme is, of jij het leuke, dat wij tegenwoordig elk jaar in de groepen 6 van de stappen komen vertellen over Tilburg Sands. Wat dat project inhoudt en dat die kinderen dan daarna ook een eigen letter mogen ontwerpen of een eigen pictogram te oefenen. En dan zijn ze toch met taal bezig en met tekenen en met cultuur en met erfgoed. Maar dan Ivo, op een hele andere manier. Ja, ik wou zeggen, zijn nu ondertussen. Nou, ja. Mag ik mijn kliko ook opgeven? Hey. Dat kan. En er zijn ook hele straten die zich opgeven. En wij zeggen altijd, dat mag. Je mag het zelf organiseren. Wat leuk. Ja, je kan bij ons. We hebben natuurlijk inmiddels wat expertise, maar er zit een heel gedoe achter om dat goed voor elkaar te krijgen. Oh ja? Als je heel je straat mee wil hebben, dus dan zeggen we de mensen, je kan het zo en zo doen, maar doe het lekker zelf. Yeah. Maar we hebben laatst in de Oosterwijkse Baan, of de helft van de Oosterwijkse Baan, hebben we ook een kliko-expositie gedaan. En op een of andere manier werkt het heel goed. Want mensen komen het huis uit en ze hebben contact met elkaar. Welk pictogram heb jij gekozen? Bij de Oosterwijkse Baan is een nieuwe traditie weer in ere hersteld van straatfeesten die ze jaren niet meer gedaan hadden. Ook door corona. En er waren veel nieuwe mensen komen wonen. Die hadden dan weer minder binding met de oude garde. Maar dat is dan eigenlijk met zoiets raars. Dus het heeft heel veel gevolgen wat jullie doen, hè, voor de cohesie. Want ik merk, hier liggen allemaal spullen op tafel. En op een bepaalde manier word je heel erg geïnspireerd door de stad zelf. Want het is helemaal gebaseerd op Tilburg Sands. Heeft de kern
heeft een aantal kernwaarden die jij in de stad hebt ontdekt. Of ja. Waar je het aan refereert. Je doet ook iets met die wijken, met die vuilnisbakken. En dan gebruik je ook de mensen die er wonen. Plus. Ja, het is eigenlijk dat lettertype. Dat is gratis te downloaden en rechtenvrij te gebruiken. Ook die pictogrammen die erin zitten. Dus iedereen die kan ermee doen wat hij wil. En dat was voor ons ook heel belangrijk, omdat wij... Het is eigenlijk een kunstproject, niet zozeer een lettertype, maar een kunstproject om te kijken of taal en beeldtaal mensen kunnen verbinden. En als je daarvoor geld neer moet tellen, dan ben je de helft van de mensen al kwijt natuurlijk. Mm-hmm. Dus wij maken eigenlijk een soort halffabrikaat. En dat wordt pas iets als mensen er iets mee gaan doen. En het Ivo, was, ja. Zullen we verder naar Sander? Oh, die okay. staat te popelen om iets te vertellen, volgens mij. Ja. Ik zou ja, want ik vind het heel leuk. We hebben het heel over Sander gehad. En misschien ook wel heel tof. Ja. Hier Sander is aangeschoven. Heel en misschien mooi. Even heel leuk. Zullen we wel even van pen wisselen? Ik vind het fantastisch. Ja, misschien. Dankjewel. ja, dat scheelt. Sander, ja. jij hebt een beetje mee te luisteren. Ja. Je bent eigenlijk al een beroemdheid geworden in dit programma ondertussen. Want zo ontzettend veel leuke dingen doen jullie samen. Ja, geweldig. Hoe is dat voor jou? Hoe is het? Of om dit in dit soort projecten te zijn, is het. Want weet u een beetje van Ivo wat zijn achtergrond is? Hoe is dat voor jou? Doe je dit erbij? Want je bent ooit eens bij elkaar gekomen vanuit een lettype wat je misschien al had. En dat is toen aan de kant geschoven. Ja, ja, en toen zijn jullie echt opnieuw begonnen met het Tilburg Sounds. Ja, ja. En het leek ons alle twee heel erg leuk om dat gewoon te proberen. Dus we zijn gewoon begonnen. En toen we wat hadden, zijn we ook subsidie gaan aanvragen. Want er gaat ongelooflijk veel tijd in zitten. Ja, natuurlijk. Dat is heel erg lastig en lang traject voordat je subsidie krijgt. Maar uiteindelijk zijn we genomineerd voor de Brabantse Erfgoedprijs. Ja? Na een jaar later. En toen kwam de gemeente opeens over de brug met geld. En dat maakte het toen ook mogelijk om het project ook goed af te maken. Om een leuke presentatie te houden van het project. Ja, maar Sander, wil ik toch even zeggen. Als mensen dan horen, ja, subsidie. Die kunstenaars die doen alles met subsidie. We hebben wel wat geld gekregen uit verschillende potjes. Maar ik vind het belangrijk om te zeggen dat het grootste gedeelte van de sponsoring van het project komt door de adaptatie van letters en lettertekens en spaties. En er zijn honderden Tilburgers inmiddels die een letter of een spatie hebben geadopteerd. Daarmee ambassadeur worden van het project. En zich op die manier ook verbinden aan het project. En dat is veruit de grootste financiële pijler. Dus dat vind ik eigenlijk heel belangrijk om te zeggen dat dat eigenlijk gedragen is door de stad zelf. En niet van bovenaf. Ja, want het is toch iedere keer wat ik zie als een belangrijk aspect van jullie hele oeuvre en alles wat jij initieert. Dat het gedragen moet worden door de mensen zelf. Dat er een verbinding moet zijn met de groep die het afneemt. Of dat ze zelf weer daar verbindingen mee in de stad proberen te leggen. Ja, maar dat is natuurlijk als je iets maakt en niemand heeft er wat aan of niemand kan er iets mee, dan heb je daar niet zoveel aan. En het was voor ons ook nog de vraag of het überhaupt ging werken natuurlijk. Hè? Want zo'n project was nog nooit ergens gedaan. Dus een soort. Maar het werkt geweldig hier in Tilburg. En dat is eigenlijk ook een soort compliment voor de stad. We hebben heel veel teruggekregen. Heel veel. We worden nu nog steeds verrast door mensen die al een boek hebben geschreven. En die zeggen van, we hebben het in het lettertype gezet. En wij vinden het daardoor echt Tilburgs worden. Mensen verbinden zich graag via zo'n letter aan de stad. En dat is natuurlijk prachtig als je dat teweeg kunt brengen. Ja. En ben je nog een keer verrast? Want natuurlijk, een boek is een hele mooie manier. Maar ben je Sander nog wel eens verrast dat je denkt van, oh, dat ze het daar nou mee gedaan, maar dat had ik nou echt niet. Daar ligt een steentje. Dat is van een steenhouwer uit Duitsland. Uit Duitsland? Ja, we hebben een keer in Berlijn een lezing gehouden over dit, of een presentatie over dit project. Ja. En toen zat er ook een steenhouwer uit Duitsland, die zat daar in het publiek. En die heeft ons later benaderd en die heeft gevraagd van, mag ik ook een letter adopteren? Dat is ook een Tilburgse. Ja, dus die heeft een letter geadopteerd en die zijn we ook naar hem toe gaan brengen, ingelijst en gesigneerd. Dus toen zijn we naar Duitsland op en neer gereden en hij is een paar keer heeft hij Tilburg bezocht, want hij vindt Tilburg ook een geweldige stad. En hij vindt het lettertype geweldig en hij maakt ook regelmatig grafstenen waarin hij Tilburg Sounds toepast. Dus dan kan het dus zijn dat je in Duitsland bent en je loopt over een begraafplaats, omdat je een beetje historisch geëngageerd even een rondje wil wandelen, en dat je dan denkt van, ik ken dit lettertype ergens van. Ja, dat kan. Heel apart. Ook een monument in de plaats waar hij woont. Ja.
daar is een monument gemaakt toen het 30 jaar na het vallen van de muur was. Ja? Dus in 2019 hebben ze hem gevraagd om daar een monument voor te maken. En dat heeft hij ook de tekst gezet in Tilburg-Sands. En heb je dan een beetje het idee dat die waarde die Ivo noemt, dat het ook daarom gaat bij die man? Ja. Hij verbindt zich heel erg aan. Hij voelt zich heel erg thuis bij dat Tilburgse gevoel, wat kennelijk ook in het lettertype zit. Want jullie hadden zes waren. De schreefloze stad, noemen jullie dat, hè? Ja. Of de stad zonder schreef. Wat is dat dan precies voor stad? Met niet te veel tierenlantijnen. Gewoon, je ziet een beetje van, ook niet de mooiste stad misschien, maar niet zo mooi van buiten, maar wel van binnen, waar heel veel gebeurt, wat heel verrassend kan zijn, waar ook heel veel humor in zit. Dus en dat hebben wij geprobeerd in dat lettertype en in die pictogrammen en in het hele project te stoppen. En kennelijk, dat is heel mooi van als je ziet van dat herkend wordt. En zeker als dat herkend wordt door iemand uit Duitsland en ook iemand uit Nieuw-Zeeland. En we hebben mensen in Canada die de t-shirt willen kopen. En Hebben jullie ergens een grapje zelf in verstopt? Dat je zegt van als je nou kijkt naar dat pictogram, dan zie je nog net even... Ik zie een klein beetje ondeugendheid. Ja, we hebben de eerste keer hadden we 50 pictogrammen. En zei iedereen, mooi, heel mooi. En dan waren er maar 49 bekend. Want er zat er één in verstopt. Want wat natuurlijk ook heel erg Tilburgs is een wietzolder. En wij dachten, vroeg of laat komt er wel iemand achter dat die wietzolder typt. En dat dat dan verandert in een pictogram van een wietzolder. Maar dat gebeurde maar niet. Dus op een gegeven moment toen Noord-Anus hier afscheid nam in de Schouwburg. Dat was natuurlijk zo'n crime fighter. Ja. Hebben we hem dat pictogram overhandigd. Gaaf. Dat is ook nog zo dat als je dan wietzolder intikt, dan verschijnt er een wietzolder. En als je daar een X achter tikt, dan is die wietzolder geruimd. Dus dan, dat is dan wel een soort verborgen grapje. Maar dan heb ik even geluisterd. Jullie hebben dat ging over 50 pictogrammen. Ja. Maar Sander, je begint zit nog wel andere reden hier. Hè? Je wil nog iets. Je hebt nog een soort oproep, begrijp ik? Of? Ja. Ja, we hebben een jaar later hebben we nog 40 pictogrammen toegevoegd. Want toen bleek dat heel veel mensen hadden ideeën van dit moet er ook in, dat moet er ook in. Dus we hebben 40 nieuwe pictogrammen gemaakt. Ja. In 2019 hebben we nog nieuwe pictogrammen gemaakt, de 33 toen. Ja. Dus we hebben er nu 123. Dat is al een mooie hoeveelheid, 1, 2, 3. Maar dat is alweer 4 jaar geleden. Dus is inmiddels een Kempentoren, de slavernijmonumenten. Er zijn allerlei dingen bijgekomen, er gebeuren dingen in de stad. Dus wij willen 27 nieuwe pictogrammen gaan maken, zodat er 150 zijn straks in totaal. En we hebben zelf een heel lijstje met suggesties van mensen van buiten, maar ook van zelf denken van, dat moet er misschien ook al in. Ik heb een nieuwe suggestie. Ik denk dat Tilbus ook een pictogram nodig heeft. Ah, dat is de eerste al. Dus de eerste heb je al binnen. Ja. Dat is wel heel leuk. Nou, onze oproep is eigenlijk aan de stad van, heb je een goed idee? En zie je die pictogrammen die in Tilburg-Sands zitten, zeg je van, dat ontbreekt er nog. Ja. Schrijf dan een mailtje aan info@tilburgsands.nl. Ja. En laat ons weten welk pictogram er volgens jou nog bij zou moeten. Leuk. En dan gaan wij over een maand, anderhalve maand, gaan wij dan de hele lijst bekijken. En dan maken we een selectie van 27 nieuwe pictogrammen. En die worden ergens in het voorjaar van 2024 worden die dan weer gepresenteerd. En dan gaan we weer met z'n allen vieren dat de stad weer een beetje gegroeid is. Geweldig. Ja, jullie komen dus steeds meer met nieuwe initiatieven, waardoor ook steeds meer mensen Tilburg-Sands leren kennen. Ja. Want er zijn ook nog veel mensen die het nog niet kennen. Dus deze uitzending is misschien ook weer een manier waarop mensen horen van het project, dat ze gaan kijken op de website en dat ze de pictogrammen zien. En misschien dan zeggen van, ik heb wel een goed idee voor een pictogram. Ja. Laat het ons weten. Kijk, Heb jij een idee, Piet, voor een pictogram? Behalve Tilburg, want dat gaat er natuurlijk al komen. Ik vind Tilburg al heel erg leuk. En verder, ik weet niet of er nog een aantal van de oude bekende, bijvoorbeeld Sot Joke of zo, ik weet niet, die er al eentje heeft. Die zit er waarschijnlijk al in. Nee, die zat erin. Oh. Maar wij zijn altijd heel discreet. We komen wel aan het einde, dus gaan we daarover doorkletsen. En dan ben ik ook nog nieuwsgierig naar wat er nou op jouw shirt staat. Want volgens mij is het einde, jongens. Okay. Dit was Tilburg. En dan tot in de nazit voor de luisteraars.